Op woensdag 1 februari werd in gemeenschapshuis De Kluis in Ommel het eerste exemplaar van de nieuwe folder van de dagactiviteit overhandigd aan wethouder Janine Spoor. De dagactiviteit kreeg ook een andere naam. Rini Smeets sprak de aanwezigen toe. Allemaal van harte welkom op de naamswijziging van Blijf actief in Thuis in de Kluis. Er was aardig wat reden voor om te veranderen. Blijf actief leek heel veel op Zij actief, de vrouwenvereniging. En dat gaf nogal eens een keertje onduidelijkheden. Dus toen zijn we gaan zoeken naar een nieuwe naam. En onder de gasten, onder de vrijwilligers, noem maar op. We hebben allemaal nagedacht en we zijn tot Thuis in de Kluis gekomen. Nou, bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe folder. Dus vandaar een nieuwe folder. En die wil ik heel graag overhandigen aan Janine Spoor. Dankjewel, hartstikke mooi. En dan... Dankjewel, Tini. Ja, ik kreeg de uitnodiging van Tini om... Sorry, Rini. Ja, ik zeg het altijd fout. Ja, dat is echt mijn schuld. Sorry. Nee, Rini. Ik weet het ook heel goed eigenlijk. Ik zeg net, ik vind de naam ontzettend passend. Thuis in de Kluis. Want wat jij ook al zegt, het was ook verwarrend met Blijf actief en Zij actief. Ik moet zeggen, ik ben sinds 2018 mag ik wethouder zijn. En in het begin had ik echt zoiets van, waar ga ik nou naartoe? Zij actief, Blijf actief. Maar dit is veel, veel passender, denk ik, bij wat jullie doen. Het staat er ook bij. Even, jullie zullen hem nog niet allemaal gezien hebben. Gezelligheid, activiteit, samen eten, samen zijn. Rini Smeets, vandaag is Thuis in de Kluis. Nou, niet opgericht, maar een naamsverandering. Waarom is die naamsverandering? Nou, er was nogal wat onduidelijkheid over. We hebben hier in Ommel ook Zij actief. Dat is een vrouwenvereniging. Weet je alles van? Ja, daar weet ik alles van, want daar ben ik voorzitter van. Maar dat gaf nogal onduidelijkheid. En wij dachten inderdaad dat het allemaal heel duidelijk was, omdat het op zijn Ommels was. Maar we hoorden van, blijf actief. Dat is alleen maar voor vrouwen. Ja, dan zit je eigenlijk al verkeerd. Ja, dan heb je dus verkeerd imago. Ja. Mis ik al de helft van inwoners. Dus toen zijn we na gaan denken over een nieuwe naam. En met de gasten en met de vrijwilligers gebrainstormd. En daar is deze naam uitgekomen. Ja. Ik ben er ook heel erg blij mee, want het geeft echt wel een mooi gevoel van dat hier zich iedereen in de kluis welkom moet voelen. Het zegt eigenlijk alles, hè? Ja, het zegt inderdaad alles. Ja, en blijf actief, want ik had er meer moeite mee met die haakjes tussen die F. Ja, dat vond ik ook altijd heel moeilijk om te typen. Ja, maar ook, wat moet je dan zeggen? Moet je dan zeggen blijf actief of blijf actief? Ja. Dus jullie hebben een oplossing gevonden om het dan wat simpeler te maken? Ja. Ja, en Thuis in de Kluis, dat klinkt eigenlijk heel logisch, hè? Ja, er is een prachtig logo bijgemaakt door Maartje van der Zanden. Ja. Die is vrijwilligster hier. Ja, die had het in een mum van tijd klaar. Dus dat was ook heel fijn dat je toch vanuit het team van vrijwilligers toch dan zulke talenten hebt. Hè, die nieuwe naam betekent ook nieuwe activiteiten, of niet? We proberen het tal van activiteiten inderdaad weer meer op de rit te krijgen. Nu is het inderdaad 's morgens de Crea Club onder leiding van Betsy Jansen. Dan om 12 uur is het gezamenlijke maaltijd, verzorgd door het Leidsels Vertier. En dan 's middags is het een activiteit die iedereen wil. Op dit moment is het vooral Rummy Cup en kaarten. Ja. Maar we gaan in de toekomst ook weer wat andere activiteiten doen. Dus een keer in de schoenmiddag of binnenkort naast het kaarten een bloemstukje maken als we het weer een beetje lentegevoel krijgen. Dus dat zijn wel dingen die naast het kaarten gewoon incidenteel opgestart worden. En daar hebben jullie genoeg vrijwilligers voor? Vrijwilligers zijn altijd welkom. Hè? Dat is, we zouden er nog één of twee bij kunnen hebben. Dus binnen het team zou dat heel, heel prettig zijn. We overleggen altijd één keer in de 6 weken met het hele team. Dus dat is ook altijd een hele gezellige avond. Dus vrijwilligers zijn altijd welkom. We gaan even hebben over een heel ander onderwerp. Maar ook daarmee te maken, Zij actief. Daar hebben jullie de naam van moeten veranderen. Ja, Zij actief kunnen we niet veranderen, hè? Want dat is een landelijke organisatie. Dus
daar zijn we al sinds de oprichting inderdaad lid van. Hè. Ja. We hebben vorig jaar 72 jaar gevierd, dus dat blijft zo. Dat kunnen we niet meer veranderen. Ja, vorige week kwam er een Hosanna-bericht binnen. Jullie hebben een nieuw bestuur. Ja, dat klopt. En een veel jonger bestuur. Ik weet niet hoe oud de rest was, maar klopt. Hè. In oktober hebben we een noodbrief door heel Ommel gestuurd. En dat werkt. Er zijn heel wat reacties inderdaad opgekomen van, ja, maar dat kan toch niet? Terwijl eerst was de reactie, dat zal wel zo vaak niet lopen. Hè? Iemand die het al 35 of 20 jaar doet, die plakt er ook nog wel een paar jaartjes bij. Maar dat was dus in dit geen geval, niet het geval. Dus wij zijn op zoek gegaan en daar zijn in plaats van 2 nieuwe bestuursleden, 3 nieuwe bestuursleden uitgekomen. Dus ja, het is allemaal we kunnen allemaal wat meer de taken gaan verdelen. Het valt niet allemaal meer op 1 persoon of op 2 personen, maar we gaan gewoon de taken verdelen die inderdaad Gerda van de Ven met name had. Want dat was de spil waar het wel om draaide. Dus, Okay. Dus we zijn hartstikke blij. Ja. Kini, we gaan naar de soep. Ja, dat is prima. Ja, soep en broodjes is er voor ons. Dus,